Hey Amira, de docu die is nu eindelijk uit. Wat vind je ervan om het zelf zo allemaal terug te zien? Heel leuk, want heel leuk en gaaf, omdat heel leuk en gaaf, omdat het is gewoon leuk om terug te kijken naar mezelf. Ja, want als je het zelf terugziet, hoe kijk je er zelf naar terug? Moet je dan erom lachen af en toe? Ja, Slik je van bepaalde dingen? sommige stukjes wel. Ja? Ja. Wat voor stukjes? Stel voor, in mijn documentaire zie je dat ik ook naar de kermis ga en dan ga ik in de attractie heel hard schreeuwen. Ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. Denk ik wel eventjes van wat gebeurt hier? Ja. Ja. En Amira, wat zijn een beetje de reacties die je hebt gekregen? Wat vinden je klasgenoten ervan bijvoorbeeld? Ja, want ja, heel leuk, want toen zonder documentaire alles mijn wedstrijd. 2 november wedstrijd ging dus naar school en ze waren heel blij voor mij dus. En ze Ja. gingen allemaal juichen voor mij. En toen was ik ook heel erg blij dat ze dat gingen doen. En hoe vond je het om al die tijd gevolgd te worden met camera's en allemaal mensen die voor alles van jou wilden op dat moment? Ja, in het begin was het natuurlijk wel even wennen, maar daarna niet meer. Ja, je werd nee, ging dus ook naar Marokko natuurlijk voor die documentaire. En dat vond je spannend? Waarom vond je dat zo spannend? Ja, omdat ik kwam dus van het vliegveld aan en toen zag ik opeens allemaal mensen voor de deur. Niet Ja, voor want de je... deur, maar ik kwam opeens binnen. Nou, ik wilde naar buiten gaan en ik hoorde Amira. En ik was gewoon zo zenuwachtig, want ik hoorde dat. En ik kwam zo, ja, ik kwam, ik zie allemaal mensen daar en toen was ik heel erg gespannen. Ja, want je werd echt als een grote heldin werd je daar ontvangen. Vertel even, hoe ging dat? Dus je stapt uit het vliegtuig, je komt daar aan, je ziet al die mensen. Ja, neem ons even mee. Ja, het is wel, want je ziet het ook zelf in de documentaire, want ik hoorde het. En toen zei ik mijn vader, ik kan het echt niet. Het is gewoon echt, ik ben gewoon zenuwachtig, ik wil het niet. Maar als ik daar aankom, gaat iedereen gewoon bij me plakken en dan komen ze foto's maken. Komt iedereen ja en dan gaan ze zeggen tegen mij, dingen tegen mij in het Marokkaans, in het Italiaans. Ik weet niet wat voor talen. En dan versta ik niet, want ik hoor allemaal, ik hoor andere stemmen. Ja, gewoon heel veel, natuurlijk ook, ja, het is niet in het Nederlands allemaal, heel veel mensen die op je afkomen. En waarom? Ja, je bent nu natuurlijk viervoudig wereldkampioen. Ja, wat zijn nog meer jouw dromen? Wat wil je nog allemaal bereiken? UFC champion worden. UFC champion worden. UFC champion worden. En ik denk ook eerlijk gezegd dat hartstikke haalbaar is voor jou. Ja, en Amira en haar dromen die worden gesteund door velen ook in Marokko, maar natuurlijk ook door velen in Nederland. Waaronder Femke Louise, Monsif en Numidia. Die samen de track Amira speciaal voor haar hebben gemaakt. Numidia is in de building. Yes. Yes. Je hebt een track gemaakt voor de docu. Ja, klopt. Wat was er zo bijzonder aan dit project? Ja, ik vond het bijzonder omdat ja, Amira is een. Ze ziet eruit als een heel klein lief meisje. Maar ze kan heel gevaarlijk zijn. En ik herken mezelf ook heel erg in haar. En daarom vond ik het leuk om iets voor haar te schrijven. Omdat het gewoon. Het leek alsof ik eigenlijk een pokoe schreef voor een mini Numidia. Ja, want en de boodschap, wat is de boodschap die jullie ook wilden uitdragen met deze track? De boodschap waar ik vooral echt mijn focus op legde was, ja, ga gewoon vooral door en geef niet op, ga niet falen, alleen maar omhoog. Want ze willen je niet zien stijgen. En hoe ouder ze wordt en hoe meer ze daar tegenaan gaat lopen, dat er mensen zijn die haar het liefst neer willen hebben. En dat is in het liedje is echt maar een soort van indirect overgebracht van hey, ga gewoon door met wat je doet, zet door, laat niemand je neerhalen. Je bent nog zo jong, je kan nog heel veel meemaken en leren. Let gewoon heel goed op jezelf en ja. Het is echt een als ik naar die track zelf ook luister, je krijgt er een soort van, je wordt er bijna ook gewoon zelf door gemotiveerd bijna man. Want als je zelf ook naar luistert en toen je ook bezig was met het project, waarom is deze track zo'n goede match ook met Amira? Ik denk echt omdat, of tenminste, waarom ik een goede match ben met haar of de track alleen? Track, ja.
Ja, ik. Ja, jij, oh ja, jij je zegt, je zei het al natuurlijk, je herkent jezelf ook best wel in haar, wat je ook, Ja, ja. maar ik denk ook de track. Ja, ik vind de track gewoon mooi. Ik vind het gewoon luisterbaar voor iedereen, dus ook jongere kinderen. Dus ik heb me wel echt gefocust op wat er precies gezegd wordt in de teksten, want ik vind dat gewoon belangrijk. En ja, ik vind de track gewoon een boost geven. Ik weet niet, het is gewoon een lieve, maar ook wel een stoere track. Dus het is gewoon eigenlijk een beetje Amira, het lieve en stoere in één track. Ja. Hey, maar Amira, wat was jouw reactie toen je ook hoorde dat Numidia en Femke deze track speciaal voor jou gingen maken? Ik wist het eigenlijk nog niet, maar mijn vader zei dus dat we gingen eten met de Videoland dus. En opeens, we komen dus in Amsterdam aan, ik zie zo'n plek en die is helemaal leeg. Ik dacht, dat kan toch geen restaurant zijn? En ik kom binnen en ik zie Femke Louise en de media daar, en toen was ik heel erg geschrokken. Ja, Oh. ja, vertel. Wat ging er op dat moment door je heen? Ben je ook iemand die graag naar Numidia, naar Femke luistert? Lijkt me wel natuurlijk. Ja. Ja? Ja. En wat vind je zelf van het nummer toen je het hoorde? Ik vond hem echt een hele mooie nummer. Eerste keer toen je het hoorde, vertel. Je hoorde het, ging je dansen, was je gechoqueerd? Hoe zat je erbij? Ja. Want eerst, ik vond het een hele mooie nummer en ik was gewoon helemaal, ja, ik was gewoon helemaal blij dat ze ook die nummer voor mij hebben gemaakt. Ja, het zijn ook natuurlijk twee powervrouwen en dat dan in combinatie met jou, dan klopt het ook zeker. Numidia, Ja. waarom vond je zelf ook Femke goed passen bij deze track? Ik denk omdat ja, Femke heeft zelf ook best wel veel meegemaakt in de scene al. Dat ze best wel door een moeilijke tijd heen moest. En dus ik vind haar best wel een strijder daarentegen. En Amira is ook gewoon een strijder. En ik denk dat het daarom wel klikt op die pokoe. Dat het gewoon één team is, omdat we allemaal proberen te strijden. We lopen wel allemaal tegen mensen aan die ons graag liever niet aan de top willen zien. En daar lopen we ons doorheen te krijgen. Dus ja, ik denk dat die gretigheid er gewoon is en daarom die pokoe gewoon zo goed is geworden. Ja, heb jij zelf het gevoel ook dat jij op een bepaalde andere manier moet strijden? Ja, ik vind, ja, sowieso. Ik moet wel bijvoorbeeld rekening houden met heel veel dingen. Met mijn imago. Kijk, sommige dingen, daar kies ik zelf voor. Zoals ik wil niet schelden in mijn muziek. Maar dat omdat ik heel veel jongeren naar mij luisteren. En ik niet die voorbeeld wil geven van, ja, iemand uitschelden is normaal. Want dat is gewoon niet normaal. Als kind zijnde. En ja, ik let natuurlijk ook op wat ik doe en waar ik ben, met wie ik ben op dat moment en wat ik aan heb. Ik let overal op. Ik heb ook een bepaalde doelgroep die naar mij opkijkt. Dus ik moet niet in één keer met Shakira kleren zo, hey, dat gaat niet Ja. werken. Ja, je bent daar voor jezelf dus eigenlijk bewust ook mee bezig. Ja. Ja. Neem ons even mee. Hoe waren jij en Femke op 10-jarige leeftijd, op die leeftijd waar Amira nu zit? Ja, ik deed toen destijds veel musicals toen ik 10 was. Toen ben ik ook begonnen met street dance, dus toen ging ik hip-hop dansen en wedstrijden doen. Dus toen ik 10 was, stond ik echt al op wedstrijden en zat ik in musicals. Dus ik was eigenlijk al vol bezig met mijn goal en met mijn doelen die ik wou bereiken. Ja, school en trainen, dat is het enige wat ik ook deed. Ja. Maar jij bent natuurlijk ook op een jonge leeftijd ben jij succesvol geworden, bekend geworden, mede ook door The Voice onder andere. Herken jij jezelf ook in Amira in dat opzicht als het gaat om de bekendheid, dat je bepaalde, ja, dingen ook nu Ja. haar herkent? Ja, dat zeker. Omdat als je jong bent en ja, Amira is dan wel iets jonger heel snel bekend geworden. Maar ja, als je jong bent, je bent nog jong, dus je moet nog veel dingen gaan doen. Je hebt de puberteit waar je nog doorheen moet. Je moet nog kind zijn, vriendjes maken, vriendinnetjes maken en dan weer
geen vriendinnen meer overhouden, dan weer wel. Weet je, dat proces van volwassen worden, dat moet nog helemaal gebeuren. En als je dan belemmerd wordt door fame en mensen die wat van je willen en ja, je kan niet normaal over straat, dat lijkt me heel zwaar. En ik denk ook dat daar echt goede begeleiding bij moet, vooral als je een jong meisje of jongetje bent. Ja, voor mij was het gewoon, ja, ik leefde hoe het moest en ik ging er gewoon mee, maar ik bleef wel echt nog kind. Ik ging nog wel mijn best doen om nog echt kind te zijn en gewoon nog een beetje buiten te spelen en een beetje gek te doen. Kattenkwaad. Ja, hoort erbij op die leeftijd ook, zeker. Ja, ja. Ja, Amira, ben jij zelf een beetje van die kattenkwaad? Nee, niet echt. Alleen in de ring. Ja? Ja. Alleen in de ring is het tijd voor die kattenkwaad. Amira, ook in de docu ben je ook veel met je vader te zien. Hoe vind je het ook om het samen allemaal met je vader te doen? Ja, heel leuk, want hij brengt me ook overal naartoe. En ik ben hem heel erg dankbaar dat hij dat doet voor mij. Ja. Numidia, jij hebt ook natuurlijk een speciale band met je vader. En ja. Dit uit je natuurlijk ook in je volgende release. Yes! Wat kunnen we hiervan verwachten? Wat kunnen we hiervan verwachten? Nou, ik heb dus een pokoe met mijn vader gemaakt die vannacht uitkomt om 12 uur. Yes, en, yes. Zo'n sterke muzikale band en ik wil dat gewoon heel erg laten zien aan de wereld, ook nu in quarantaine. Veel mensen zitten alleen, veel mensen zitten met familie en ja, misschien geef het je nog een beetje, ja, ken je dat family gevoel als je naar die clip kijkt of als je het hoort. En ik probeer ook zeg maar wat over te brengen van kijk, dit is ook mijn roots waar ik vandaan kom, want mijn vader en ik zongen heel veel in Bebbers en dat laat ik ook heel erg terugkomen in het liedje. Dus ja, het belangrijkste vind ik om te laten zien van, hey, hou je familie dichtbij je, hou je ouders dichtbij je. We zitten in een best wel een moeilijke tijd, dus je weet maar nooit wanneer je iemand verliest. Dat zijn hele mooie woorden.